Zal je nou wat er tegen? Hey, jullie mogen erin. Ik ga er echt niet in. Dat moet afgezworen. Ik wil dat echt nooit meer op mijn netvlies dat huis. Nee. Daar heb ik echt zoveel hoofdpijn gehad. Nee. Die straat. Voor mij is iedereen zwart of verhuisd, joh. Nee, maar ik wil die straat gewoon niet meer in. Daar heb ik afgezworen. Ik wil niet eens in die straat kijken. Ik ben gewoon klaar. Kutstraat. Hij heeft niet toch wat gezegd, of niet? Ja, ik snap best wel dat hij dingen meegemaakt heeft, zeg maar, waar hij niet aan herinnerd wil worden. Je ziet zelf hoe hij ermee zit. Dus ik denk dat als hij zijn verhaal een beetje kwijt kan, dat het minder wordt, maar het zal nooit weggaan, denk ik. In Gouda. Bij ons thuis was het zo, mijn vader, moeder en mijn broer. Dus zo was onze gezinssamenstelling. Ik heb op zich, hoe ik mezelf terugzie in mijn jeugd. Ik heb echt een leuke jeugd in dat op zich gehad. Altijd buiten spelen, hutten bouwen, brommetjes rijden, slootjes springen, vlotten bouwen, avonturen beleven, op het industrieterrein kijken in prullenbakken of je nog leuke spul ziet. Ik heb gewoon echt met mijn crossfietsje op pad. Ik heb in dat opzicht heb ik wel een hele leuke jeugd gehad. Zeker. Als je uit die situatie stapt en je haalt alles, je stript alles weg. Als jongetje was ik natuurlijk wel, was ik redelijk anders. Ja, kijk, hier heb ik een foto die mooi weergeeft. Dit was in Amsterdam, het Kwaku Festival. En dit waren toch wel, dit was in 97. Nee, kijk, dit was mijn vader. Fucking stoer. Mocht ik even op politiemotor zitten, maar kijk eens hoe fucking stoer hij daar stond. Mijn vader was een man die heel erg extravert was. Niet goed opgeleid. Dat komt omdat hij kwam op 15-jarige leeftijd naar Nederland of zo. 17 of zo was hij. En hij kwam op een donderdag aan en de eerste maandag had hij al gelijk werk. En mijn vader werkte echt, ik geloof 16 uur per dag of zo. Zwaar ADHD die man. Hij kon niet goed met zijn emoties omgaan. Hij wist zich niet te uiten. Hij heeft zijn vader nooit gekend. En er was ook geen vaderfiguur in zijn leven. En ik weet nog heel goed, er was ooit... Zijn moeder heeft ooit met een man ooit gescharreld of zo, een Surinamer. En dan weet ik nog, ik was een jongetje van een jaar of 12 of zo. En toen gingen we naar Spijkenisse, naar een man. En die man, er was een kans dat zijn vader was. Dus wij erheen gekacheld. En toen vroeg mijn vader aan hem, ben jij mijn vader? En toen gaf dat vond ik zo erg. Die man gaf hem geen antwoord. Die op zijn sterfbed gaf die man hem geen antwoord. En ik weet dat mijn vader daar emotioneel best wel een tik van had gekregen. Mijn vader, hoe is hij zo geworden? Ja, ik denk, hij heeft zelf ook geen voorbeeld gehad. Voelde je als kleine jongen op je gemak bij je vader? Ja, ik voelde me heel erg op mijn gemak. Tuurlijk, die man bracht me mee om avonturen te beleven. Ik zag dingen die mijn vrienden niet zagen. Tuurlijk voelde ik me op mijn gemak bij mijn vader. Ik vond hem gewoon echt... Het was gewoon echt mijn beste vriend. Ik moet gewoon altijd wel lekker. Hey man.
Kijk, ik heb wat meegenomen. Kijk maar even als er wat lekkers tussen zit, ja? Wat zeg je? Ja, ik heb geen aardappels meegenomen. Is toch veel te zwaar om te tillen? Nee, daar had ik geen zin. Ik heb wel vlees. Nee, ik heb wel vlees. Maar is het niet warm? Want dan is het altijd goed, hè? Wat zeg je? Vlees meeneemt van die zeiken, dan is het goed. Ja, hier, kijk. Ah, dankjewel. Jongen, ben je dit geworden? Bij Peter Geen ben ik terechtgekomen omdat ik met hun zoon Bjorn op de basisschool zat. En Bjorn was gewoon altijd een maatje van me. Die zat een klas lager en ik kwam gewoon altijd, sinds ik me kan herinneren, kom ik bij Bjorn thuis over de vloer. Dat was gewoon echt mijn maat. Dat was gewoon echt mijn broertje. Als ik bij vrienden thuis kwam, merkte ik van oké, bij mij thuis is het anders. Hun vader stelde vragen. Die luisterde. Die waren gewoon heel chill. En ik weet nog heel goed dat wel eens vrienden van mij zeiden, ja, ik krijg nooit klappen thuis. Had ik echt zoiets van, oh, hoe voeden je ouders je dan op? Wat doen ze dan wanneer je iets stout doet? En toen zeiden, ja, word ik gewoon naar mijn kamer gestuurd of zo. Had ik echt zoiets van, oh, oké, chill. Ik kreeg echt klap als ik wel geflikt had. Ja, tuurlijk kreeg ik gewoon een pak rammel. En ja, mijn moeder die gaf me dan een pak rammel. Maar ja, die gaf gewoon als een moeder een paar tikken van, hey, niet meer doen. Weet je, kunnen we over discussiëren of dat goed of slecht is. Maar mijn vader die sloeg me echt gewoon soms bijna het licht uit de ogen. Ik had iets geflikt, hij kwam mijn kamer binnen en hij had, mijn vader noemde ze ook een soort van BA, hè. Hij had altijd heel veel goud en dat hij echt allemaal dikke ringen om en zo, gewoon echt laten zien dat het goed gaat en zo. En toen was ik in mijn kamer en toen, ik zie die hand nog zo voor me, hè, met al zijn ringen echt zo, bam, bam, was hij me aan het slaan. En op dat moment had ik echt zoiets, heel mijn lichaam was verdoofd en het leek gewoon alsof ik er even niet was, man. En toen kwam mijn moeder de kamer binnen. En mijn moeder die zei, laat die jongen, laat hem. Het is een kind, het is geen man. En ze trok hem helemaal weg. En hij was echt helemaal... Echt gewoon... Pumped up, gewoon. Wat het breekpunt was thuis, dat mijn vader echt definitief wegging... Dat kwam omdat het was niet meer houdbaar. Die man was workaholic. Sliep alleen maar op de bank als hij thuis was. Heel dominant, de sfeerdrukken in huis. Hij raakte in de ziektewet, hij kwam oude vrienden tegen, ging daarmee snuiven. S'nachts leven, overdag slapen. Ja, en op een dag ging het mis thuis. Ik had een schuurtje in de achtertuin en daar zat ik met vrienden. En op een dag was ik in mijn achtertuin, in mijn schuurtje in de achtertuin was ik aan het rommelen. En mijn vader die was bij de voordeur binnen aan het bellen. Maar als jij in de achtertuin in de schuur zit, hoor jij de bel bij de voordeur niet. Dus op een gegeven moment loopt hij achterlangs zo. Ja, godverdomme, ik loop al een kwartier te bellen, bla, 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 bla. Nou, mijn frustratielevel was ook hoog. En op een gegeven moment was hij binnen. Toen was ik binnen met hem, ging ik wat pakken. Ging hij weer door, na een kwartier nog. Maar hij was helemaal high en hij bleef maar ratelen. Op een gegeven moment was hij buiten. Deed ik die achterdeur zo op slot. Toen had hij wat stoelen thuis binnen staan. Toen heb ik één stoel van hem waar hij heel blij mee was. Zo bam, kapot getrapt. En toen werd hij helemaal gestoord. Op een gegeven moment liep hij via de achterkant. Hij werkte zich weer naar binnen.
Ik sloeg op de vlucht, toen gooide hij een zuiger van een schip die ik had. Die gooide hij richting mij toen ik wegrende en hij gooide ook nog een schop. Ik weet nog, die zuiger, dat is gewoon een bonk aluminium en dat woog echt iets van 2 kilo of zo, 1,5 kilo. En die zag ik zo langs mijn hoofd vliegen en toen gooide hij nog een schop en die schop die vloog recht. En die vloog zo langs mijn zij, dus hij wilde me gewoon echt schade toebrengen. Ik weet nog heel goed, mijn laatste woorden waren die dag ook tegen mijn vader, toen het misging. Ik krijg de kanker. Wat heb je vader misgedaan? Dat hij de mooie momenten uit mijn jeugd heeft ontnomen. Dat hij bepaalde dingen van mijn jeugd heeft ontnomen als vader. Wat ik gewoon niet meer terug kan krijgen. Dat neem ik hem kwalijk. Dat hij mij... Ja, ik durf wel te zeggen dat hij me in een way beschadigd heeft, ja. Aan de ene kant denk ik van ja, ik kan niks aan doen. Hij heeft een fucked up start gehad. En, maar aan de andere kant denk ik ook weer van ja, maar je was een volwassen kerel. Je had er gewoon moeten zijn voor ons. Maar ik neem mijn vader ook kwalijk dat hij gewoon nooit heeft gezegd... als er wat was van zoon, wat is er nou? Praat met me. Een arm om me heen. Gewoon van joh, ik ben er voor je. Een luisterend oor. Gewoon die kleine, simpele dingen. Of dat ik zou willen dat hij wist, dat hij beseft wat hij gedaan heeft. Ik wil helemaal niks meer van die man. Interesseert me niet of... Nee, interesseert me gewoon echt helemaal niks. Of er iets is wat ik mijn moeder kwalijk neem. Dat is lastig. Langs de zijlijn lullen is altijd makkelijk. Maar kijk, mijn moeder heeft gedaan wat ze kon... met de middelen die ze had. Kwalijk nemen vind ik een te zwaar begrip. Maar wat ik jammer vind van mijn moeder... is dat ze niet eerder bij die man is weggegaan en gewoon is weggebleven. Dat vind ik jammer. Dat ze niet de kracht had om die stap te zetten. Dat ze niet het vangnet had wellicht om dat te doen. Dat vind ik enorm jammer. Ik was altijd bij Greet en Pete thuis, gewoon gezellig. Kerst vieren daar, want kerst vierden we ook nooit thuis, omdat die sfeer altijd fucked up was. Dus dat werd ook niet gedaan. Het was dus, ja, bij de kerst daar, oud en nieuw. En Greet en Pete zijn echt mijn tweede ouders. Die hebben heel veel voor mij betekend in mijn jeugd. Hij heeft geen zomervakantie gehad. Ja, ik zeg altijd maar, het is een pleegkind. Ja, zo zie ik het maar. Ja, meer kan ik er niet van zeggen. Ja. Ja. Hè, verloren zoon. Ja. Zo kun je het een beetje noemen. Het kind hoort toch thuis te zijn. Die moet toch thuis komen en zijn verhaal kunnen vertellen. Ik weet natuurlijk, kijk, ik ken hun huissituatie natuurlijk niet. Maar je kon gewoon merken dat hij toch, als hij boos was, was hij heel anders dan als hij thuis was. Toen kon je toch wel merken dat hij ermee zat. Maar we hebben er nooit over gesproken ook, hoor. Nee. Ja, goed, hij zei het wel dat hij met de kleren hangen kreeg. Ja, maar niet, hij vroeg niet om hulp, laat ik het zo nee, zeggen. Nee, dat zo niet. Hij heeft altijd zelf... Niet overgekomen. Nee, hij zei er altijd wel een beetje... Maar daar was ik ook niet bang voor, eerlijk gezegd. Maar ja, daarom hebben we ook altijd gezegd, die deur blijft openstaan. Ja. En als hij ons nodig had, dan wist hij ons te vinden. En dan gingen we met hem praten. Ja. En dat is het enige wat je doen kan, als buitenstaanders. Het gebaar wat die mensen gewoon gemaakt hebben, dat ze gewoon altijd... Kijk, vroeger als klein kind, ik was altijd een beetje anders en raar. Het enige black guy in de buurt, weet je. En ik heb gewoon vaak meegemaakt dat de ouders van kindjes zeiden... Ja, nou, ik heb liever niet dat je met hem speelt of zo. Geet en Peet, altijd gewoon welkom. Ik kreeg ook gewoon mijn kop van Peet, hoor. Schold me ook gewoon de tering als ik fout was met Bjorn. Maar gewoon dat ze altijd gewoon in me geloofd hebben. Dat ze gewoon onvoorwaardelijk in mij geloofd hebben en altijd voor me klaargestaan hebben. Dat raakt mij. Dat waardeer ik gewoon enorm. Dat ze me altijd geaccepteerd hebben voor wie ik ben. Dat raakt mij enorm. Ze hadden het niet hoeven doen, hè. Niemand heeft ze verplicht. Maar omdat gewoon intens goede mensen zijn, hebben ze het gedaan.
ja, ik word er een beetje emotioneel van, maar die mensen hebben gewoon altijd de deur voor me opengehouden, weet je. En ze zijn gewoon altijd voor mij geweest. En ik denk niet dat, dat Geet en Peet beseffen hoe erg ze voor mij geweest zijn. Als ik me thuis niet op mijn gemak voelde, kon ik daar altijd terecht. En dat geldt ook voor een andere zoon, Arjan. Ze zijn gewoon altijd voor mij geweest, man. Ja, het is gewoon mijn familie. Weet je, ja, het is gewoon niet te omschrijven hoeveel waarde ik hecht aan hun aanwezigheid in mijn leven. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Onvoorwaardelijke liefde gewoon. Waar zou ik geweest zijn zonder hen? Ik weet het niet, man. Nee, ik denk dat ik echt in de criminaliteit beland zou zijn. Ik denk echt oprecht dat als zij er niet waren, mijn moeder er niet was, dat ik in de criminaliteit, ja, dat ik wel in de criminaliteit zou belanden, ja. 100%. Vrienden of familie? Vrienden, want die heb je voor het uitzoeken en familie niet. Ja, ik snap best wel dat hij dingen meegemaakt heeft, zeg maar, waar hij niet aan herinnerd wil worden. Je ziet zelf hoe hij ermee zit. Dus. Hij probeert ons ook nooit echt veel over gepraat. Nee. Ja, ik heb dingen mee zat of zo. Nee, dat niet. Ik heb gewoon dingen gezien hier vooral. Kijk, ik ken voor hem best wel zien dat hij daar heel veel moeite mee heeft. En kijk, iedereen doet zijn dingen gewoon op zijn manier afsluiten. En ja, dus zo doet hij het, denk ik. Ik wil leren, ik heb geleerd van andermans fouten. Dus van mijn vader. Ik weet hoe het niet moet, dus mijn ambities zijn om het beter te doen. Om meer stabiliteit in mijn leven te krijgen, huisje kopen. En gewoon doen waar ik van hou en dat is tv maken. Dat is mijn ambitie.